chaussees komen vanuit Oekraïne terug naar Nederland. In Kiev en Kharkov blijft een kleine groep missieleden achter. Onder meer om te zorgen dat spullen van de MH17 die nog gevonden worden terugkomen naar Nederland. De website van de provincie is niet veilig. Er zit een bug in de software. En daardoor zijn persoonlijke gegevens van sommige kaarthouders voor anderen online te zien. Zeg beheer de Translate Systems. De gegevens zijn zelfs te wijzigen. De computer stond in het VU Medisch Centrum in Amsterdam voorbij. Gisteren was het systeem gestoord omdat de stroom was uitgevallen. Vanochtend bleek bij een laatste test dat alles weer naar behoren werkt. En Amerika staat niet toe dat moslim-extremisten een kalifaat stichten in het Midden-Oosten. Dat zegt president Obama. Militaire acties zijn nodig tegen ISIS-strijders in Irak, maar ook de onvrede van de Soenieten moet worden weggenomen, zegt hij. Het weer, het klaart op steeds meer plaatsen op. Vanmiddag geregeld zon en vrijwel overal droog. Het wordt 21 tot 24 graden. En tot over de ANP nieuws. Hier heb ik met de ANP verkeersinformatie. Het is een zwarte zaterdag en dat blijft ook een beetje. Richting Waardenberg, aan het behekken met de plan 45.7.